Ik kan me niet eens meer herinneren wanneer de laatste keer was dat ik naar een kringloop ben geweest. Dus het werd weer eens tijd. Samen met Janu ben ik naar 3 verschillende kringloopwinkels geweest in Den Haag. En in deze video laat ik zien wat ik allemaal tegen ben gekomen en wat ik uiteindelijk heb gekocht. We zijn nu bij de allereerste kringloop. Ik ben benieuwd of we iets leuks kunnen vinden. Ik ook. Let's go. Let's go shopping. Ze hebben hier dus gewoon edelstenen. Nooit in een kringloop gezien. Weet je wat ik dus doe? Ik zal het nog even vertellen. Soms ga ik naar de kinderkleding en dan zoek ik naar iets van Hello Kitty of zo. En dan draag ik het als crop top. Daar haal ik heel veel Hello Kitty kleding vandaan. Ja, pro tip. Jij vindt allemaal dingen hier, hè? En dan thrifting. Als je zoiets neemt en dan eigenlijk een kap in een felle, andere felle kleur. Heb je hier niet echt, je hebt die, maar die zijn niet echt mooi. Nee, maar dan heb je dus echt een superleuke retro candy kleur lamp. Ja, ja. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Deze kringloop heeft ook nog een outlet onderdeel, dus nog goedkoper dan. Het is gewoon een soort van dumpplaats van dingen die waarschijnlijk dan niet worden verkocht. Maar hey, maakt helemaal niks uit. We gaan gewoon lekker rondneuzen. Nou, ik heb maar 1 ding. En Janu heeft een aantal dingen om te passen. 2 dingetjes. En deze voor mijn vriend. Pas je perfect. Hij zit lekker. Hoeveel is hij? Ja, weet ik. Het is €4. Voor €4 zou ik hem niet laten liggen. Hij zit heel lekker ook. Hij is een beetje stretch. Ik heb altijd niet zoveel mazzel bij de kringloopkleding. Ik weet niet. Ik ben heel kritisch met wat ik leuk vind. Dus ik hou het voor nu op dit. Prachtig. Wauw. Ik wil het niet zeggen, maar je krijgt een beetje een soort van witte eend vibe bij jou. Yes. Ondanks dat ik heel veel zag, heb ik uiteindelijk maar 2 dingen gekocht. Als eerst een hele mooie karaf. Ik weet niet of die officieel voor whisky bedoeld is. Maar ik vond de kleur ervan echt perfect. Het past in mijn kleurenpalet. Vandaar dat ik hem ook heb gekocht. En ik was toevallig nog op zoek naar zo'n karaf. Omdat ik het heel erg mooi vind op de salontafel of ergens anders in mijn woning. Maar ik denk dat die op de salontafel komt. En hier heb ik maar €4,50 voor betaald. En bij dezelfde kringloop heb ik ook nog dit simpele zwarte t-shirt gescoord. En toevallig was ik nog op zoek naar oversized t-shirts. Dus ik ben heel erg blij dat ik deze heb kunnen scoren. We zijn nu in de tweede kringloop. En ik ben een beetje blij te ademen, want we hebben net echt een stuk gewandeld om hierheen te komen. Maar we gaan weer lekker rondneuzen. Mijn personal stylist heeft de dingen voor mij uitgekozen. We moeten ook even door dingen kijken. Dit is een hele mooie ding. Met een mooie mom jeans. Okay. Staat echt super, okay. Super cute. Nou, Janu, je hebt smaak hoor. Ik dacht eerst dat dat katoenen truitje echt niks zou zijn. Maar ik heb het nu aan en ik denk, oh, dat is best wel nice. Dit lijkt gewoon op een shirt wat ik normaal gesproken in de kledingwinkel zou kopen. Lekker basic. Nou, meid. I love it. Die hals is heel leuk. Ja, hè? Ja. Ja. It's so good. It's so good. We're gonna buy it. Bij de tweede kringloop heb ik ook een aantal dingetjes gekocht. Als eerst het truitje dat ik aan heb. Dit linnen blouseje heeft Janu voor mij uitgekozen. Ik weet niet hoe zij het doet, maar zij heeft echt een oog voor thrifting. Dus ik ben heel erg blij dat ik met haar was. Ik keek ook door alle rekken heen, maar op de een of andere manier zag ik niks. Maar zij spotte dit blouseje en hij is super. Ik heb hem ook gelijk gewassen en hij voelt gewoon als nieuw. Dus ik ben heel erg blij dat zij deze voor mij heeft gescoord. En dan heb ik ook nog dit simpele shirtje die zij ook voor mij heeft uitgekozen. Toen ik hem aan had, dacht ik ja,
dit is sowieso iets wat ik vaak zal dragen. Het is deze. En het laatste wat ik bij die kringloop heb gehaald is dit. En dit is volgens mij een schenkkopje voor je koffie. Dat denk ik in ieder geval. Daar ga ik het voor gebruiken. En ook deze past weer in mijn kledenthema. En in totaal heb ik bij deze kringloop maar 5 euro uitgegeven voor 3 items. Ik weet niet exact hoeveel elk item kostte, maar voor deze 3 items ben ik zeer tevreden. We zijn bij de derde kringloop en dit is camera heaven. Oh my god, sommige dingen zijn wel echt prijzig. We gaan even kijken of er nog wat tussen zit. Lekker old school dit, ik ga hier zo goed op. De vraag is dan ook, werken zulke camera's nog? Ik heb thuis ook meerdere oudere camera's en die wil ik ook aan de praat krijgen. Maar ik vind het zonde om iets te kopen wat dan uiteindelijk het niet doet. Maar ja, die gok moet je soms gewoon wagen. En de laatste kringloop zat echt letterlijk in dezelfde straat als de tweede kringloop. Volgens mij horen ze bij elkaar, maar dat weet ik niet 100% zeker. En ik moet je zeggen dat deze redelijk tegenviel. Er waren wel wat oké items, maar ik werd niet per se omver geblazen. Maar ik heb toch daar 2 dingen kunnen halen. We hebben hier een overhemd. Ik heb deze ook weer op de herenafdeling gehaald. Ik moet je zeggen dat ik sneller dingen vind op de herenafdeling dan op de damesafdeling. Daar heb ik dan misschien een oog voor. Chanou is dan weer goed op de damesafdeling. Ik ben goed op de herenafdeling. Maar ik heb daar dus dit overhemd gehaald. Ik vond de kleur echt super leuk. Een beetje, ja, pastelgeel. Heel lichtgeel. En het is een maat M. En ik weet dat ik met herenmaten M, dat dat voor mij echt huge is. Dus we zullen het zien als ik het even aandoe. Het andere item wat ik bij dezelfde kringloop heb gehaald is dit kleinere karafje. Misschien is het een oliekaraf of ik heb geen idee. Je kan er vloeistof natuurlijk in doen. Maar ook deze ga ik weer als decoratie gebruiken. En in totaal was ik bij deze kringloop met 3,50 euro kwijt. Ik schrok ervan hoe weinig ik eigenlijk uit had gegeven voor zoveel dingen. Na deze mini kringlooptour heb ik echt weer zin om langs verschillende kringlopen te gaan. Want je kan echt hele leuke parels scoren. En het is ook een leuk dagje uit. Helemaal als je samen met een vriendin gaat. Of met je partner. Of met wie dan ook. Ik kan wel zeggen dat het zeker een geslaagde dag was.